Het project voorbereiding van een geïntegreerd afvalbeheerplan voor Suriname is vandaag gelaunched. De opening werd verricht door minister Silvano Tjongahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De uitvoering is in handen van ILACO Suriname NV. Het project moet zorgen voor een afvalbeheerplan op nationaal niveau op basis van het 5R principle. Namelijk refuse, weigeren, reduce, reduceren, reuse, hergebruiken, repurpose, herbestemmen en recycle, het omzetten van afval naar bruikbaar materiaal. Het plan moet ook sturing geven aan een effectief afvalbeheersysteem in Suriname. Minister Tjongahin geeft aan dat het project binnen een aangegeven tijd afgerond moet worden, waarna de voorbereidingen kunnen beginnen om het nieuw systeem te starten, zodat alle Surinamers weten hoe om te gaan met vuil. Op dit moment, dus eigenlijk moet ik omgekeerd beginnen, er wordt een uitgebreide inventarisatie gehouden. Hoeveel afval wordt er geproduceerd? Welke soort afval? Hoe gaan we ermee om? Al die zaken worden allemaal op een rij gezet. Het wordt bestudeerd allemaal en op basis daarvan wordt een goed overwogen plan wordt aan ons gepresenteerd om te komen tot een geïntegreerd afvalverwerkingssysteem. Dat betekent dus dat we op een gegeven moment een voorstel zullen hebben om ons afval op een meer milieuvriendelijke manier te gaan verzamelen om te beginnen, maar ook om ons afval op een meer milieuvriendelijke manier te gaan verwerken. ILACO Suriname NV zal als aangestelde partner door de overheid de doelstellingen van het ministerie nastreven, verzekert projectleider Sharin Kunshbihari. Er zal gebruik gemaakt worden van data uit het onderzoek dat al is afgerond. Terugwinnen van hulpbronnen en recycling. Natuurlijk zijn er ook subdoelstellingen zoals het voorkomen of verminderen van het te storten afval, het minimaliseren van negatieve milieu en sociale gevolgen, het formuleren van realistische middellange en langtermijn doelstellingen, maar niet alleen gefocust op de overheid, ook het helpen van de private sector bij het implementeren van afvalbeheer.